Onder de rook van het Goffertstadion bereidt NEC zich voor op het treffen met PSV. Bij NEC veel oud-bekenden. Rens van Eijden, jeugdproduct van PSV, is nu centrale verdediger in dienst van NEC. En dit is Anton Jansen, natuurlijk oud-speler en tot vorig seizoen trainer van Jong PSV. Jansen is nu assistent van Wiljan Vloed, ook al een PSV-verleden. Hij was hoofd jeugdopleidingen in Eindhoven. En dan is er nog Patrick Kluivert. In de zomer van 2006 verraste PSV met het aantrekken van de spits die furoren had gemaakt bij Ajax en Barcelona. Kluivert wilde bij PSV aan het Nederlandse publiek laten zien wat hij nog allemaal in zijn mars had. Na een tijd niet gespeeld hebben en je komt weer terug in Nederland. Het is natuurlijk fantastisch om voor een club als PSV te mogen spelen. En spelen deed Kluivert uiteindelijk in 21 officiële wedstrijden voor PSV. En dan is hier Kluivert en dan is hij heel cool. 1-0 met een sleepbeweging. Aan de hand van 4 opmerkelijke wedstrijden blikken we terug op Kluiverts enige seizoen in Eindhoven. Alex. Kluivert helemaal vrij, geen buitenspel. Maar zoals al eerder bleek, is Kluivert echt nog niet fit. Want niet voor het eerst kan hij zijn actie niet afmaken en vraagt hij om een wissel. En dat zal toch een flinke domper zijn voor de spits. Die voor het eerst mocht starten in de basis. Maar nu na 17 minuten en 3 seconden het veld moet verlaten. Als het goed is moet ik daar ook in hebben gescoord. Nou, hij duurde maar 18 minuten die basisplek voor je. Oh. Nee, dat kan ik me gelukkig niet meer herinneren. Nee, je viel uit met een blessure aan je knie. Oké. Okay. Nou, dat is een domper geweest dan. Dat heb je goed verdrongen. Ja, dat heb ik zeker goed verdrongen. Helemaal gezien het einde van het seizoen natuurlijk. Salcido, Kromkamp, tweede lijn, Affelay. Ja, hij zit erin. Het is 1-0 voor PSV. En opnieuw is het de eerste kans die de ploeg krijgt. En dan gaat Affelay gelijk naar Kluivert toe. Wat een mooi gebaar zeg. Ik heb dit jaar heel veel met Ibrahim gewerkt. Fantastische jongen. En een hele goede speler, zoals iedereen weet natuurlijk. En op een gegeven moment op een training zag ik op een bepaalde manier hoe hij de bal zeg maar, van de zijkanten op goal schoot. En toen gaf ik hem gewoon een kleine aanwijzing van luister, probeer die bal nou als contra te spelen als die bal zeg maar, van rechts komt. En de keeper draait altijd met de bal mee. Ik zeg, probeer hem nou eens contra in de hoek te drukken waar hij vandaan komt. En dat heeft hij een paar keer gedaan. En op de training kwam dat goed uit. En op een gegeven moment krijgt hij de bal gedurende de wedstrijd tegen Groningen. En hij krijgt de bal, dus precies hoe we het hebben geoefend op de training. En hij schiet hem gewoon contra schiet hem binnen. Ja, en op dat moment ben ik aan het warmlopen en dan denk ik, dan ga ik even naar hem toe en dan zeg ik, ja, het komt uit. Told you so. I told you so. Dat is een uitstekende pas richting Tardelli. Tardelli, het kappen is goed, maar dan glijdt hij half weg. Kluivert, zie PSV terug in de wedstrijd. Tegen zijn oude ploeg. Dat was eigenlijk wel een belangrijk moment voor mij natuurlijk. Je speelt tegen je oude club. En je komt erin en je scoort. En dat is natuurlijk wel mooi als je tegen je oude club scoort. Tuurlijk ga je ingetogen met het juichen, dat ze iedereen doen, denk ik, als hij in mijn plaats zou staan. Maar het is natuurlijk wel een heel speciaal moment geweest. Ja, alleen kreeg je wel ook met 1-5 op de broek in die wedstrijd. Ja, dat weet ik ook goed. Maar ja, het ene goaltje heeft ons wel het kampioenschap gegeven. PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Het was echt ongelooflijk, want je bent natuurlijk bezig met je eigen wedstrijd zo goed mogelijk en zoveel mogelijk doelpunten te scoren. En dan hoor je gedurende de wedstrijd hoor je de rumoerigheid in het stadion. En dat is natuurlijk fantastisch als je de toeschouwers, terwijl je aan het voetballen bent, in één keer helemaal uit het dak ziet gaan. Terwijl je bij je eigen wedstrijd gewoon de bal gedurende het spel gewoon bezig was.
ja, dan hoor je van de zijkant, ja, we moeten nog één scoren, nog één scoren. En ja, dan komt die bal en dan schiet Philip hem fantastisch in. En dan weet je, dan hoor je de euforie in het stadion al. En dan weet je eigenlijk dat ineens de kampioenschap voor het oprapen lag. Kluivert pakt met PSV dus de landstitel in het seizoen 2006-2007. Zijn aandeel, 3 treffers in 16 competitiewedstrijden. Kluivert is tevreden, maar blijft kritisch. En het Philipsstadion ontploft. De 3-0 is leuk, maar dat hij je maakt, dat vinden ze geweldig. Natuurlijk ben je als spits zijn er niet echt tevreden erover. Er waren wel momenten dat ik natuurlijk heb gehoopt dat ik wel in de basis zou kunnen starten. Want volgens mij ben ik wel bij heel veel wedstrijden aanwezig geweest. Jammer genoeg niet alles in de basis kunnen beginnen. Want als je in de basis start, ja, dan is het natuurlijk makkelijk om je doelpunten te maken. Dat weet iedereen. Maar al met al, ik heb een fantastisch jaar gehad. Veel hele leuke mensen ontmoet. En PSV heeft natuurlijk altijd wel een speciaal plaatsje voor mij.